VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Een vooruitblik op PSV VVV. We zijn bij de seizoensaftrap van de Old Stars. Ga nog even terug naar het bekertoernooi, maar nu eerst beelden en reacties op de laatste competitiewedstrijd tegen Excelsior. Seuntjens. Messaoud, prima laten lopen. Loopt er eigenlijk min of meer onderdoor. Omarsson weg. Zal het zelf moeten proberen te regelen. En komt een heel eind. Omarsson kapt nog een keer. Omarsson. Wat een geweldige goal van Omarsson. De IJslander die dit seizoen nieuw is bij Excelsior. Zet in de 20e minuut de thuisploeg volkomen verdiend op een 1-0 voorsprong. De ruimte die er even ligt voor Excelsior. Want dit is voor het eerst eigenlijk een moment met veel VVV'ers op de Excelsior helft. Omarsson weg. Omringd toch echt door een aantal tegenstanders. Hij speelt slim, voort en zuid. Hij kapt nog een keer en prikt die bal in de verre hoek. Rutten. Sušić. Daar draait hij zich knap uit. Grot. Je verwacht een keer een schot. Hier is het. Het raakt de paal buiten bereik van Stevens. Dat is dus het gevaar dat VVV kan veroorzaken. De hele VVV-dugout nou overeind. Wil een strafschop. Perez wil er niet aan. Nee, dat lijkt me niet zijn hand. Lastig te controleren. Toch lukt het op Boku. Dit is een knappe bal, daar is tegelijk maken. Nee, wat een reflex van Stevens tot twee maal toe. Tot drie maal toe ligt er ook nog een speler in de weg. Eerst de invaller, Joosten. Die dacht binnen een minuut nadat hij op het veld staat te kunnen scoren. Die stuit op deze keeper. Joosten, de doelman. Joosten nog een keer. En dan Grot. Sušić, volgende bal voorlangs en dit is een kopkans voor Grot. Geen makkelijke, toegegeven, maar toch. Promes. Oenerstal. Oh, Oenerstal. Oh, dat gaat maar net goed. Ja, dat kun je niet veroorloven tegen jongens als Omarsson. Het zal niet de eerste doelman zijn, ook weer dit seizoen. Die op deze manier de mist in gaat. Grot. Joosten bemoeit zich ermee. Van afstand Sušić. Schiet eten Martij aan. Aanval loopt door. Opnieuw Sušić. Twee geblesseerden. De bal uit. Dat kost tijd. En dat is in het voordeel van Excelsior. Oh, dit is echt een kaart hoor. Ik heb bekeken. En jij gaat eraf met rood. Ja. Ja. Dat is serieus. Hij raakt zijn tegenstander vol op de binnenkant van de knie. Grot en Stevens. Post. Voorzichtig gefluit, want het eindsignaal blijft uit. Fortes. En daar is het eindsignaal. Daar is de opluchting. Daar is de eerste thuiszege van Excelsior van dit seizoen. Daar is de eerste uitnederlaag van VVV dit seizoen. Hoe kijk je nu terug op die wedstrijd? Nou, wel gemiste kans vind ik. Ik denk dat we niet supersterk aan de wedstrijd begonnen. Maar Excelsior veel balbezit. Maar ja, dat leidde eigenlijk tot niks. En op het moment dat we iets meer uit onze schulp durven te kruipen, lopen we eigenlijk in een counter. En ja, verdedigen we niet goed. Kom je 1-0 achter. Ja, dan heb je wel de mogelijkheden gehad, vind ik, om 1-1 te maken. Twee goede kopkansen, een bal op de paal. We hadden denk ik een penalty moeten krijgen met een handsbal. Penny die teruggefloten wordt voor buitenspel, terwijl het niet was. Dus ja, al met al een beetje ongelukkig. Die bal viel ook vaak net niet goed. Dus het zat er niet in zaterdagavond. Die heb je wel eens ertussen, die wedstrijden. Ja, toch lijken jullie wat afwachtend te beginnen, wat terughoudend. Hebben we vaker gezien dit seizoen.
Dat is geen bewuste boodschap die je spelers meegeeft? Nee, want we hebben vanmorgen ook de beelden laten zien dat er heel veel momenten waren waarin we wel gewoon druk naar voren konden zetten. Maar dan moeten we dat als ploeg doen. Dus als er dan de twee voorwaartsen dat doen en de rest doet dat niet, dan valt het team uit elkaar. En dat hebben we zaterdag niet goed gedaan, want die mogelijkheden waren er wel. En dat hebben we ook na 25 minuten laten zien dat goed ging. Maar je hebt niet het idee, of ja, je doet dat niet bewust in ieder geval, want het oog soms wat behoudend zoals jullie spelen. Nee, dat is niet bewust. En dat was ook zeker zaterdag niet bewust om dat op die manier te doen. En dit heeft ook vaak met een stukje lef en durf te maken. Een beetje afstemming van elkaar. Maar feit is wel dat is wel een facet waarvan wij vinden dat het beter moet. Dat absoluut. Nou, je verliest zaterdag van Excelsior. Maar goed, jullie kunnen wel tevreden terugkijken, denk ik, op de afgelopen periode. Vooral achterin staat het goed defensief. Pas 5 tegentreffers moeten incasseren. Een goed gevoel geeft dat, denk ik. Ja, ik denk dat we heel goed onderweg zijn. Het voetbal kan altijd beter natuurlijk. Maar ook tegen Excelsior, je geeft eigenlijk 1 kans weg in de omschakeling. Voor de rest heb je helemaal niks weggegeven. Zelf ook te weinig creëren, denk ik. Maar dan verlies je gewoon met 1-0. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, we geven weinig weg. 5 doelpunten pas tegen. Dus het staat goed, het team staat goed. Dus hopelijk kunnen we dat zaterdag doorvoeren. Nou, verbaast het jou dat jullie eigenlijk zo goed meegaan? Of ligt het aan de tegenstanders waar je tot nu toe tegen gespeeld hebt? Nee, het verbaast me zeker niet. Ik denk dat we gewoon een goed team hebben. En vooral in de breedte ook een stuk beter zijn dan vorig jaar. Dus mocht er nu iemand geblesseerd zijn of er gebeurt iets, er staan zo andere jongens klaar die minimaal net zo goed zijn. Dus daarom zijn we zeker sterker geworden. Dus daarom verbaast me ook zeker niet dat we nu ook weer ongeveer evenveel punten hebben als vorig jaar rond deze tijd. Dan even terug naar vorige week, de bekerwedstrijd tegen Westlandia. Deze beelden had u nog te goed. Dit is Samuelsson, u weet wel, van dat doelpunt tegen Ajax dat werd afgekeurd. Deze niet, deze telt. Dus een prachtige treffer. Zijn eerste dus voor VVV, Martin Samuelsson. Keeper kan je heel weinig verwijten bij zo'n schoonheid van een doelpunt. Hier is Samuelsson weer wat makkelijker van dichtbij ingetikt. En zo loopt VVV redelijk makkelijk weg. Maar goed, dat mag ook wel tegen de ploeg uit de derde divisie. Samuelsson met zijn tweede. U hoort het al, zijn een beetje de wisselspelers die een kans krijgen bij VVV. Zoals bijvoorbeeld ook Chris Koem. En hij maakt er 3-0 van. Inmiddels is er geloot voor de volgende ronde van het bekertoernooi. VVV moet daarin op 31 oktober op bezoek bij AZ. Een tegenvaller dus. Ja, dat is jammer. Je hoopt op nog 1 of 2 rondes een thuiswedstrijd. Tegen hopelijk een relatief makkelijkere tegenstander. En dan komt weer AZ uit de loting, ook voor de tweede keer in korte tijd. En dan is dat jammer, want dat is wel de dichtste weg, of de kortste weg tot succes. Maar ook een goede manier voor de club voor inkomsten. En dat is vervelend, maar aan de andere kant heb je Zolder gezien die bij AZ een punt pakken. En zie ik daar ook gewoon mogelijkheden liggen. Vorige week was de officiële opening van het seizoen van de Old Stars. Deze opening stond in het teken van de samenwerking met Alzheimer Centrum Limburg. We willen natuurlijk het wandelvoetbal blijven promoten, want bewegen is gewoon heel erg goed. En bij Alzheimer wordt ook heel hard geroepen dat bewegen goed is tegen dementie. Dus die samenwerking is eigenlijk gewoon heel logisch. Mensen die gaan wandelvoetbal hebben minder kans om dementie te krijgen op latere leeftijd. De wandelvoetballers van VVV zullen de komende tijd aan de slag gaan met de Mijn Brein Coach app. Ze hebben een nieuwe campagne, het medicijn ben jezelf. En ze hebben daarvoor een app ontwikkeld, dat heet Mijn Brein Coach. En daarmee kun je eigenlijk je hersens blijven activeren, eigenlijk prikkelen. Ja, om te zorgen dat je minder snel dementie krijgt. Oké, mannen, even de enkel. We kennen het op 2 manieren, of los, of we zetten hem gewoon in de grond. En hier zien we de nieuwe trainer van de Old Stars. Een oude bekende die enorm veel zin heeft in deze klus. Nou, het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Hè. De mensen hebben plezier, ik heb er zelf plezier in. Het gaat ontspannen, sociaal heel goed. We hebben van tevoren altijd gezellig een kop koffie drinken. Dan gaan we een beetje trainen, een beetje voetballen. Daarna weer een gezellige kop koffie.
En er wordt gewoon van alles besproken. Mensen zijn weer onder elkaar bezig. Ze zijn actief. En ze blijven bezig. En dat is het voornaamste. Bewegen, ontspannen zijn, plezier hebben. En dat draait er bij het wandelvoetbal op. Het is net een stille omgang, hè? Coach elkaar. Nu met name dat iedereen weet waar de bal komt. Dat we ook makkelijker kunnen voetballen. Heb je ook een speciale tactiek ook voor de mensen? Nee, je moet zorgen dat je die bal wel steeds onder controle hebt. Want als je zelf achter de bal aan moet lopen, dan schiet het niet op. Je moet zorgen dat je zelf de bal hebt, dat je initiatief houdt. En dat probeer ik ze wel bij te brengen. Ondanks de nederlaag tegen Excelsior blijft VVV zesde in de Eredivisie. Zaterdag wacht een lastige uitwedstrijd bij koploper PSV. De Eindhovenaren gaan op jacht naar de achtste competitiezege op rij. Vorig seizoen troffen beide ploegen elkaar 2 maal in Eindhoven, eerst voor de beker en daarna voor de competitie. Beide keren weerde VVV zich goed. In die competitiewedstrijd hadden de Venlonaren lang uitzicht op een punt. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd maakte PSV het verschil. En hij maakt hem gewoon heel beheerst. 3-0 PSV. Tweede treffer van Marco van Ginkel. Ja, 2 wedstrijden daar gespeeld. En ja, ik denk dat we 2 keer gewoon goed stonden, goed hebben gedaan. Ja, en de beker dan, die kan ik met het beste voor de geest halen. Ja, kom je 1-0 voor en dan net voor rust een beetje een apart moment. Met een handsbal dan wel of niet. Ja, kregen we de 1-1 tegen. Dat was wel een kantelpunt in de wedstrijd, denk ik. Maar ik denk dat we met vertrouwen daar naartoe kunnen gaan. Ja, in de competitiewedstrijd was er eigenlijk een ander kantelpunt. Dat was de rode kaart voor Ralf. Oh ja, klopt. Ja, die wedstrijd, ja. Ja, ja dat is maar, ja, ik denk als wij compact staan, dan heb je ook gezien thuis tegen Ajax, dan kunnen we het iedereen lastig maken. En als wij het kunnen opbrengen om de liniescore op elkaar te houden en voor elkaar te vechten, dan denk ik dat we het PSV heel moeilijk kunnen maken. Kijk, wij hebben eigenlijk niks te verliezen daar. Dus we gaan er gewoon naartoe en met vertrouwen. Weinig tegendoelpunten, dus hopelijk kunnen we dat daar voortzetten. Op het moment dat wij goed georganiseerd staan, dan zijn we een ploeg die moeilijk te bespelen is. Hè, die ook weinig kansen weggeeft, dat heb je ook zaterdag gezien. Excelsior, wat door iedereen bewierookt wordt om het geweldig swingende voetbal. Maar ja, die maar 20 minuten, vind ik, goed op balbezit heeft gespeeld. 1 counter heeft gescoord en daarna heeft Lars geen redding meer moeten plegen. Dus dat, als we dat voor elkaar kunnen krijgen daar in Eindhoven en lang in de wedstrijd blijven, ja, dan liggen daar waarschijnlijk ook mogelijkheden. Nou, kom je daar tegen een ongeketend PSV dat je al heel snel op achterstand komt, of misschien op een grote achterstand, ja, dan kan het wel een hele lastige avond worden. Ja, maar in deze fase gaan jullie in ieder geval niet met angst en beven naar de kop lopen. Nee, zeker niet. Nee, we halen genoeg vertrouwen uit de wedstrijden. En ja, daar hoort dan ook een keer een nederlaag bij die onnodig was. Maar die heb je in een seizoen ertussen zitten. Dus wij hebben gewoon heel veel vertrouwen in de hele groep. En het gevoel is goed. Er wordt hard en scherp getraind. Dus prima. Gerald Promes was deze week aan de beurt om een nieuw fragment in de top 3 te zetten. Maar hij was ziek. Daarom nu geen top 3. We sluiten af met de laatste Venlose goal in Eindhoven. Dat was vorig seizoen voor de beker. Heel brutaal pakte VVV toen de leiding vlak voor rust. Leemans, Tisoudali aan de rechterkant, Rutte. Krijgt hij hem mee en dan scoort hij ook nog. En zo komt VVV via Moreno Rutte op een 1-0 voorsprong. VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.